Feyenoord maakt een mooi deal met BMW. Nou heb jij pas geleden van een ander merk een auto gekocht. Ja. Mag je dan wel in een, hoe zit dat? Mag je dan wel in een BMW rijden of blijf je in je Mercedes? Nee, Mercedes is in privégebruik en met de BMW gaan, want doe ik alles wat met de club te maken heeft. Urku, niet zo heel lang geleden spraken wij elkaar. Toen zei ik, ja, ik heb nog een contract tot 2023. Ik hoef hier niet weg. Hè. Ik zit hier op mijn plek. Ik heb geen haast om te vertrekken. Kan je vertellen wat er in die tussentijd is gebeurd? Ja, in de tussentijd is het afgerond. En ben ik nu tot 2025 heb ik een contract gedaan. Kan je uitleggen waarom je hebt gekozen om bij deze club te blijven? Zoals ik toen ook zei, ja, ik voelde me gewoon goed bij Feyenoord. En dit is denk ik het beste voor mij. En ik kan nog een jaartje hier rijpen. Ja, daar ga ik gebruik van maken. Een jaartje rijpen, zeg je? Is dat bewust? Dat je daarna een stap wil maken? Of? Nee, maar ik heb sowieso nog een jaartje, toch? Mm-hmm. Daarnaast komt er weer een nieuwe periode, dus we gaan het zien. Wat kan jij bij Feyenoord nog leren dan? Ja, leren sowieso nog genoeg. Hoe je met belangrijke wedstrijden speelt en misschien spelen voor het kampioenschap. Dat kan nog een leerproces voor mij zijn. En dat is iets waar we naar streven. Ja, want als je nu ziet, hè, Feyenoord, jij verlengt, Leroy Fer verlengt, Christian Conte gehaald. Er ontstaat wel iets, er ontstaat wel volgens mij ook bij jou en in de groep iets van jongens, hè, met Steven Berghuis ook wel, die waarschijnlijk dan gaat blijven. Van ja, wij kunnen volgend jaar misschien wel iets moois bereiken. Ja, zeker. We hadden, natuurlijk voor corona hadden we ook wel een gevoel van het kan nog spannend worden. Dus we hebben zeker vertrouwen in voor aankomsten. Ja, wat kun jij verbeteren? Je rendement, hè? Daar is het ook vaak over gegaan. 2 goals, 4 assists. Is dat ook waar je op mikt? Ja. Kan je uitleggen, hoe ga je dat doen? Want het is heel makkelijk om te zeggen, ja, ik wil mijn assists verdubbelen, ik wil mijn goals verdubbelen. Maar je moet het natuurlijk wel doen. Ja, dat ga ik jullie laten zien in de wedstrijden. Ja. Maar is het wel, kan je dat iets meer specificeren? Want vind je wel dat je vaak in die positie komt? Ligt het aan het afmaken? Of moet je nog iets meer aanvallend er komen, zeg maar? Nee, ik kom wel vaak genoeg in de situatie. En nu is het aan mij om cool te blijven. En mijn ding te doen rond 16. Ben jij een type die dan afspreekt met jezelf? Ik wil een bepaald aantal goals, een bepaald aantal assists? Ja, wel een beetje, ja. En dat is? Richting dubbele cijfers. Dubbele cijfers, dus dat zijn bijvoorbeeld 10 goals per seizoen? Misschien wel. Dan moet je het wel vervijfvoudigen, hè? Dat is niet niks. Ja, ik heb genoeg kansen gehad, dus het komt wel goed. Ik heb jou eerder ook gehoord over dat je heel graag met nummer 10 wilde spelen. Nu is die al bezet bij Feyenoord. Is dat nog in onderhandelingen geweest, dat je rugnummer... Nee, dat speelt niet meer. Ik hou denk ik voor mijn hele carrière nummer 23 nu. Oké. Nee, ik heb je ook bij Andy in de auto gezien vorig jaar. Toen was je ook heel stellig over een aantal dingen. Dat je eigenlijk... heb zelfs getwijfeld om bij Feyenoord weg te gaan. Je voelde je niet helemaal gewaardeerd. Kwam het eigenlijk op neer. Wat is in dat jaar veranderd? Nou, waar je nu op mikt, dat is 3 jaar geleden. Dat was toen ik van de jeugd kwam. Mm-hmm. In de tussentijd is er heel veel veranderd. En zie ik ook gewoon het vertrouwen in de club van mij en de trainers. Dus dat kunnen we achterwege laten. Nee, maar ik doel erop, omdat vertrouwen voor jou volgens mij wel heel belangrijk is. Hè? Dat je zeker vertrouwen voelt en dat je je gewaardeerd voelt. Ja, het is wel belangrijk voor mij, denk ik. Want dan ben je wel het lekkerste in je vel en dat heb ik wel nodig. En is dat nu ook in je contract? Ik neem aan dat je nu, want daar is ook vaak over gegaan, dat je dan bij de grootverdieners wilde horen. Is dat dan echt zo specifiek zo gegaan? Ja, wel. Ik voel de waardering wel uit mijn contract, kan ik wel zeggen. Dus dan kan je zelf wat uitmaken. En tot slot, Feyenoord maakt een mooi deal met BMW. Nou heb jij pas geleden van een ander merk een auto gekocht. Ja. Mag je dan wel in een, hoe zit dat? Mag je dan wel in een BMW rijden of blijf je in je Mercedes? Nee, Mercedes is in privégebruik en met de BMW gaan, want doe ik alles wat met de club te maken heeft. Dus. Ja, dan heb je 2 mooie auto's. Ja, dat komt wel goed. Dankjewel man. Top.